andere creaties die God heeft gecreëerd. U hebt daar één naam genoemd, hè? Ja. Harun Yahya, dat is een wetenschapper waarop u zich baseert om de theorie te beschrijven. Dat is een van de wetenschappers. Er zijn enorm veel wetenschappers in de wereld, in Amerika, in Europa, in de Arabische wereld, die perfect wetenschappelijke uitleg kunnen geven. Natuurlijk, ik kan alleen maar een theologische uitleg geven, maar er zijn wetenschappers die dat perfect wetenschappelijk kunnen weerleggen. Kent u die wetenschappers? Ik ken die meneer Harun Yahya. Ik moet u zeggen, de wetenschappelijke gemeenschap is daar niet bepaald van onder de indruk. Dat is een man die binnenhuisarchitect is en die het tot zijn missie heeft gemaakt om massaal veel boeken en publicaties en brochures enzovoort te verspreiden in allerlei talen. Men weet niet hoe die man gefinancierd wordt, dat is allemaal zeer schimmig. Men weet dat hij ook een holocaustontkenner is en overal complottheorieën ziet. Die man heeft als missie om de wereld duidelijk te maken dat Darwinisme eigenlijk een soort complottheorie is. Hij koppelt daar allerlei zaken aan, zoals zelfs 9/11, terroristische aanslagen zouden eigenlijk gepleegd zijn door Darwinisten. Men weet eigenlijk niet goed in de wetenschappelijke wereld wat hij daar dan mee bedoelt. Want bij Darwin gaat het over een wetenschappelijke theorie die de feiten probeert te verklaren. Het gaat niet over ideologie, het gaat niet over levensbeschouwing, het gaat niet over religie en zingeving enzovoort. Als je die boeken of die zaken van die meneer Harun Yahya bestudeert, dan stel je vast dat die man eigenlijk het ABC van wetenschap niet kent. Daar zitten geen referenties in, daar zitten geen verwijzingen in naar experimenten, naar data, naar feiten, naar onderzoek. Dat zijn gewoon allemaal plaatjes. Bijvoorbeeld, hij laat een plaatje zien van een fossiel van 100 miljoen jaar geleden. Dan laat hij een dier zien dat vandaag de dag nog leeft en dat daarop lijkt. En daaruit leidt hij dan af dat er dus geen evolutie heeft plaatsgevonden. Maar met alle respect, maar in de wetenschappelijke gemeenschap wereldwijd haalt men daar de schouders bij op. Dat maakt geen enkele indruk. Een zeer, wat niet bekend is bij de mensen, is dat Darwin zelf eigenlijk een soort racisme had. Hij beschouwde de Europese witte ras als de meest ontwikkelde ras. En dat andere rassen eigenlijk adellijke trekken hebben. En dat is onaanvaardbaar. Dus men moet duidelijk zijn. En ook veel wetenschappers, de pionieren van de moderne wetenschap, zoals Leonardo da Vinci, Galileo, Copernicus, die mensen allemaal geloofden in een schepper. Max Planck, de Duitse natuurkundige, een van de stichters van natuurkunde, heeft gezegd van, je moet geloven in God. Want de wetenschap, de wetten van de genetica, die hebben gewoonweg de evolutie kapot gemaakt. Een reactie erop, meneer Braeckman? Wel, ik stel vast eigenlijk, het spreekt een beetje voor zichzelf dat we hier dus toch een ernstig probleem hebben. En dat er dus inderdaad nog veel werk aan de winkel is om duidelijk te maken wat wetenschap is in het algemeen en misschien evolutietheorie in het bijzonder. Los nu van het Darwinisme, wat vindt u van zijn argument dat eigenlijk u de basis van wetenschappelijke vooruitgang niet aanneemt, dat u mensen in de problemen kan brengen om andere domeinen mee te tellen? Nee, dat is een van uw hoofdpunten. Wat vindt u daarvan? Ja? Nee, ik vraag aan de studenten om... Want u hebt veel invloed op. Inderdaad, ik vraag aan de studenten om de evolutietheorie te bestuderen. Wij zoeken naar de waarheid. Dat is de logica. Wij moeten zoeken naar de waarheid. Ik zeg niet tegen de studenten van nee, je moet dat niet bestuderen. Je moet dat bestuderen. Je moet zoeken naar de essentie van het leven. Waarom bevinden wij ons in deze wereld? Wat is het doel van het leven? Hoe moeten wij gelukkig leven? Nee, mag ik daar iets over vragen? Men moet studeren. Men moet ook de evolutietheorie niet als de enige waarheid promoten. Niet zeggen van nee, buiten deze bestaan er geen andere visies. Ja. Dat is fout. Ja. Vrijheid van onderwijs. Ja. Kan er een waarheid zijn die ontwikkeld wordt in wetenschappelijk onderzoek, die in strijd zou blijken te zijn met wat in de Koran staat? Zou je dat dan accepteren? Omdat in wetenschap kunnen we wel accepteren dat wetenschap verandert en dat wat ik nu denk, dat over 10, 20, 50 jaar niet meer kan kloppen. Dus wij zoeken niet op basis van dogmatische uitgangspunten, niet op basis van boeken die we als sacraal zouden beschouwen. Als moslim mag ik niet blindelings in alles geloven, hoor. Ik geloof ook niet blindelings in de theorie. Ik moet zoeken naar de waarheid. Ik zoek naar de waarheid en ik ben ook overtuigd dat de waarheid altijd klopt met de woorden van God. Ja. Dus ook maar als dat nu in de Bijbel en in de Torah. Niet zo zou zijn... De waarheid moet opgezocht worden. Dat is wat ons godsdienst ons leert. En dat is wat God van ons vraagt. Geloof niet blindelings in alles. Je moet zoeken naar de logica, je moet zoeken naar de waarheid. Ja. En om de waarheid te volgen. Dat is wat de mens moet doen. Dus niet blindelings in alles wat u hoort. Ja. Moet u misschien mag ik ook nog het volgende opmerken. Het feit dat ik evolutietheorie accepteer, en met mij zeer veel mensen die dat bestudeerd hebben, is niet meteen een anti-godsdienstig of anti-religieus standpunt. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Als je kijkt naar de evolutie in het katholicisme bijvoorbeeld, wij kennen dat hier natuurlijk zeer goed. 50 tot 100 jaar geleden hadden zeer veel mensen in het katholieke Vlaanderen of België ook grote moeite met evolutietheorie. Maar ze hebben gezien dat je een lezing van de Bijbel kunt hebben in hun geval. Aan de ene kant die metaforisch is, die inspirerend werkt enzovoort. En aan de andere kant de moderne wetenschap kan accepteren. Als je naar de Katholieke Universiteit Leuven gaat, daar werken heel veel geologen, biologen, artsen enzovoort. Dus ik denk dat het buitengewoon belangrijk is, dat een moderne islam zich ook op die manier probeert te ontwikkelen. Dat is hypocrietie. Dat is hypocrisie. Een katholiek die in de Bijbel gelooft en waar de scheppingsverhaal erin staat en hij zegt van ik geloof in de evolutietheorie, dan is hij niet meer gelovig. Dan gelooft hij niet in de woord van God. Maar de evolutietheorie beschouwt een mens als een dierlijke wezen zonder morale waarde en dat accepteren wij niet. Een mens is een waardevolle schepsel met zijn eigen eigenschappen die niet vergeleken mag worden met andere schepsels. Dat is een interessant misverstand, omdat er is uiteraard niks in evolutietheorie dat zou zeggen dat mensen slechts dieren zijn, dat dan geen ethiek of geen zingeving of geen moraal meer mogelijk is. Ik kan naar mijzelf verwijzen, Darwin twijfelde in zijn eigen theorie, want hij had moeilijkheden wat betreft het instinct van de schepsels. Hij had daar geen uitleg voor en maar andere zaken. Niet meer over de grond van de zaak discussiëren, want het is tijd om af te sluiten. Wat ik nog wil weten is, praktisch gezien, meneer Braeckman, hoe gaat u te werk gaan? Want u wil mensen als hem, en vooral ook jonge mensen, overtuigen, uw zaak uitleggen. Overtuigen, ik wil inderdaad evolutietheorie uitleggen. Meer niet, wat men daar dan mee doet. Nee, ik pleit voor vrijheid van onderwijs, onderzoek, wetenschap, zoek naar de waarheid. Dat is wat ik voor pleit. Hoe gaat u dat op? Met dat laatste ben ik het fundamenteel eens, uiteraard. Wij gaan een website ontwikkelen, teksten maken, lesvoorbereidingen maken, zodanig. We hebben in het filmpje gezien, de mensen die biologie doceren, weten vaak niet goed hoe ze dat moeten aanpakken, want dat stelt hen voor problemen. En wij willen daarover nadenken hoe we dat kunnen doen. Om andere visies te bestuderen. Absoluut. Dus dan kunnen wij verder evalueren. Wij willen het beste voor de mensheid. Absoluut. Dat goed, beiden willen hetzelfde. Nog zien hoe jullie elkaar zullen ontmoeten in de toekomst.